Ik ben José en ik heb meegedaan aan Cure for Life. Voor die tijd was ik te zwaar. Ik was 98 kilo. Als ik bijvoorbeeld al naar een gebakje keek, dan voelde ik me al een kilo zwaarder worden. Ik voelde me niet lekker. Ik voelde me opgeblazen. En ik had helemaal geen zin meer om na mijn werk ook nog iets uit te voeren. Als ik uit bed kwam, was ik helemaal stijf. En dan dacht ik, nou kom op, ik ben veel te jong om nu al zo stijf uit bed te komen. Het was eigenlijk gewoon een cirkel waar ik niet meer uitkwam. Toen kwam ik de advertentie tegen van Cure for Life. En daar stond precies in wat ik eigenlijk dacht van, ja, daar moet ik heen. Dit is wat voor mij. Ik ga gewoon bellen en voor een intake. Ik werd weer vrolijker. Ik kon weer makkelijker bewegen. En ja, alles werd gewoon weer veel, veel lekkerder. Ik had ook echt het idee van, ik mag ook best wel lekker eten. En ook mijn energie is gewoon weer teruggekomen. En ik heb amper moment dat ik denk van, goh, ik ga eens even zitten. En denk, oh, dat is de eerste keer dat ik eigenlijk even zit. Ik ben er heel erg blij mee en ik ben 23 kilo afgevallen. Dit is mijn zoon Richard. Hij volgt ook het Cure for Life programma. En het is heel gezellig om gezamenlijk een lunch te maken. Normaal maakte ik het eten altijd klaar en nu doet hij het zelf. Ik heb zeg maar van, ik eet en als ik iets eet, dan moet het op. Dus het is alles of niets. Ik had zoiets van, nou, als dit nou werkt bij mij, dan is het misschien ook wel wat voor jou. Maar dan moet je het wel zelf willen. Dus zodoende begon ik in juli met Cure for Life. En het bevalt me prima. Eet smakelijk. Ja. Ook vaak gewoon zeggen dat je trots op elkaar bent. En ja, als het even moeilijk is, dat je zegt, kom, we gaan een stukje lopen. Zelfs een beetje boos op elkaar worden, weet je wel. Van ja, nee, je moet gewoon volhouden. Dan word je gewoon zo ook boos op jezelf en dan neem je het niet. Ja, je moet toch het voorbeeld wezen voor je kind. Ik woog 135 kilo. Ik sta nu op 108 kilo. En mijn doel is naar 85 kilo toe te gaan. Ik kan het me even niet voorstellen, maar het lijkt me gewoon geweldig. Ik wil zeker tot 100 jaar worden, heb ik altijd al gezegd. Dus dat wil ik eigenlijk wel gaan waarmaken. En ja, gewoon de energie die je ervan krijgt, dat heb ik gemist. En daardoor ja, kan je eigenlijk bergen verzetten. Ik wil gewoon gezond oud worden. En zeker ja, met deze levensstijl is dat volgens mij heel goed te doen. Mijn moeder die heeft toch wel in het begin gezegd van, die gaat ons nog iets laten zien. Dat is ook altijd blijven vasthouden en nog steeds is ze heel trots. Ze heeft zoiets van, die zal ons nog iets laten zien en dat heb ik ook gedaan.